Vandaag bij Rotterdam aan het trainen met het Nederlands team. Ja, hoe lekker is dat om in je eigen huis weer te mogen trainen, maar dan met het Nederlands team? Ja, fantastisch is het. Enorm enthousiast als je iedereen ook hier bezig ziet. Dat is dus waanzinnig om op die manier als elfde ook een wedstrijd te kunnen spelen en trainen. Ja. En dan ook nog eens met z'n drieën, helaas niet met z'n vieren. Thijs van Dam was afgevallen. Wel mooi om met z'n drieën hierbij te zitten. Toch een mooie delegatie. Ja, zeker. Het is ook een nieuwe start natuurlijk voor mij ook zelf. En zeker met z'n drieën is het fantastisch als je met je eigen club hier ook speelt. Ja, zeker leuk. Ja. Je vertelde net al eventjes, ik ben lang afwezig geweest. En heel lekker dat je erbij bent. Omschrijf eens hoe dat was om dan weer die uitnodiging te krijgen. Ja, waanzinnig. Je hoopt natuurlijk elke keer op als een selectie wordt gemaakt dat je erbij wordt geroepen. En nu is het eigenlijk zover. Dus dan ga ik zeker mijn kans grijpen om een volgende stap te maken. En uiteindelijk altijd bij te blijven. Ja. En dan in de Pro League, twee wedstrijden achter de rug en dan nu morgen tegen Duitsland. De Duitsers op het WK van verloren nog. Hoe moeten we dat inschatten? Hoe goed zijn zij? Ik zeg dat weet ik niet. Ja, dat is altijd maar de vraag. Natuurlijk de eerste wedstrijd in de Pro League tegen hun. Ze hebben ook in de zaal gerockeyd en ze hebben ook een aantal internationale wedstrijden al gespeeld. Dus het is nog een beetje de vraag hoe goed ze nou eigenlijk zijn. Mm-hmm. Maar het is vooral belangrijk om gewoon naar onszelf te kijken en dat wij een goede pot neer kunnen zetten. Want je kan niet ongeveer inschatten hoe de selectie is vergeleken met op dat WK? Nee, ik zag wel een aantal bekende gezichten natuurlijk rondlopen. Die hou je altijd. En dat hebben wij natuurlijk ook. Ze gaan enorm veel tegenstand geven. Dus het wordt een hele mooie wedstrijd. Ja. En deze competitie, ik vroeg het net ook eventjes aan Justin. Hoe moeten we dat inschatten? Want er zijn natuurlijk een aantal grote toernooien. Dit zit ertussen. Voor de buitenwacht misschien een beetje voorbereiding? Of is dat totaal niet het geval? Een voorbereiding op het EK bijvoorbeeld. Zo kan je het zien, zo kan je het ook niet zien. Het is wel een belangrijk toernooi uiteindelijk, omdat je kwalificeert als je bij de top 4 zit voor de Olympische Spelen. Dus serieus wordt zeker genomen voor dit toernooi. Ja. Eerste 4 is het doel dan voor jullie? Ja, absoluut. Zeker. Eerste 4 en dan kwalificeer je uiteindelijk direct voor de Olympische Spelen. En dat is het doel. En niet via een tussenstap via het EK. Dus het zou mooi zijn als we dat halen. Hoe zie jij je eigen rol nu? Je bent er nu weer bij met die twee andere Rotterdammers. Ja, hoe zie je rol? Moet je weer stap voor stap weer naar proberen een basisplek te veroveren? Ja, nee, uiteindelijk zeker. Ja, ik zit er nu net weer bij sinds januari, even weg geweest. Dus dat is nog even passen en meten hoe ik er in het team pas. Maar ja, uiteindelijk wil ik wel natuurlijk een belangrijke rol zijn en uiteindelijk de basisplaats hebben. Ja. En vaste waarde zijn. Ja. Was dat weer wennen? Want ik kan me voorstellen, Justin zei zelf, het gaat een stuk sneller, je moet weer eventjes aanpassen. Wat zijn die kleine dingen wat je dan merkt op zo'n training met het Nederlands team? Nou ja, vooral de handelingssnelheid. Echt de snelheid met bal en stick, het tempo erin. Dat is natuurlijk heel anders dan een hoofdklassewedstrijd op een training. Dus dat is het hele grote verschil wat er is. Ja. Wel ongelooflijk koud, veel wind. Hebben jullie nog wel wat kunnen doen vandaag? Ja, we hebben wel wat gedaan. Maar ondanks de wind is het enorm koud. Dus dan moet je ook belangrijk voor zorgen dat je spieren gewoon warm zijn. En niet al te veel rennen of kleine bewegingen maken. Dus we hebben iets kunnen doen. We hebben een partijtje gedaan, we hebben corners gedaan. En we hebben een goede voorbereiding op de wedstrijd van morgen. Ja. En dan morgen natuurlijk mooie wedstrijd tegen Duitsland hier op je eigen terrein. Verwacht je een beetje vol huis en ga je er weer van genieten? Ja, genieten ga ik er zeker van. Het schijnt dat er al 3000 kaarten zijn verkocht. Dus dat is al heel veel. Maar je hoopt natuurlijk op meer. En als het helemaal vol zit, is het waanzinnig. Ja. Zou fantastisch zijn. Ja. En dan natuurlijk ook weer volgende week tegen Amsterdam, volgens mij beginnen jullie meteen. Natuurlijk de hele tijd geen Rotterdam gehad. Hoe gek is dat? En heb je je ploeggenoten veel gesproken nog? Je hebt tussendoor de wedstrijd met het Nederlands team hebben we gewoon kunnen trainen bij Rotterdam. Hier en daar training meegepakt, dus dat hebben we gedaan. En afgelopen zaterdag hebben we nog een oefenpotje gespeeld. En wat je zei, zondag begint de competitie al, dus dat is wel even omschakelen. Maar donderdag dan begint de club gewoon weer, dan hebben we trainingen en dan staan we met z'n allen op het veld. Dus dan gaat de knop om en dan richting de competitie. Was het niet gek om heel lang, het was nu nog langer dan normaal, dat hij de stil lag de competitie? Vond je dat niet raar, een rare gewaarwording? Het was vrij lang wat je al zei. We hebben natuurlijk ook een herfstcompetitie gehad die eind november was. Deed niet iedereen mee toch? Nee, deed zeker iedereen niet mee. Maar het was wel vrij lang. En gelukkig begon met Nederlands in januari alweer. Mm-hmm. Dus dat is nog een beetje te overbruggen. Dus, vooral is fit blijven en je eigen programma gaan doen. En veel krachttraining ook. Ja.
En jullie staan er nog goed voor richting de play-offs. Wat puntje als achter, maar dat moet te doen zijn. Is het tijd voor Rotterdam echt weer die play-offs te halen en mee te gaan doen voor die bovenste plek? Nee, ja, natuurlijk. Dat is altijd wat we willen, om de play-offs te halen. Het is maar één puntje, dus het kan nog alle kanten op. Het is allemaal zo dicht bij elkaar. Maar het is wel belangrijk dat we een goede start gaan maken tegen Amsterdam en gelijk 3 punten mee naar huis nemen. Ja. Want mensen die kijken, 3 internationals bij Rotterdam. Moet je dan wel de play-offs halen of werkt het niet zo? Nou ja, tuurlijk moet je dan de play-offs halen. Maar je hebt ook andere teams dat ook internationals hebben. Dus wat ik al zei, het is super dicht bij elkaar dit seizoen. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Maar ja, we gaan zeker wel voor de play-offs en dat gaan we ook zeker wel halen.